je kijkt naar de Sinterklaasflits. Een lege zaal in Rotterdam. Nou ja, leeg. Er zijn heel veel mensen bezig hier om de laatste voorbereidingen te treffen voor het feest van Sinterklaas vanmiddag. Wordt schoongemaakt, wordt helemaal aan kant gemaakt. En zoals ieder jaar zijn we ook backstage aanwezig om te kijken of die voorbereidingen lukken. Of alle artiesten er zijn en of alle Zwarte Pieten er zijn. Nou ja, Prof Piet is er in ieder geval, maar volgens mij ligt hij weer eens... Hey. De boot vertrekt naar Nederland! Huh? Schiet op! Ach, meneer. Volgens mij lag je een beetje te slapen. Ik sliep niet. Nee. In een briljante geest dient af en toe de hersenen wat rustig. Maar vanmiddag feest van Sinterklaas. Oh ja. Oh ja. Wanneer? Vanmiddag? Nu? Ja. Ah, juist, ja, jongeman. Val mij dan niet lastig. Stap terzijde. Dan kan het. Ja, ga maar liggen. Dat is ook goed hoor. Ik ga mij voorbereiden. Komt wel goed. Hey, hulp Piet. Ja. Alles goed? Ja, als je me niet denkt dat je deze doos krijgt. Nee, ik hoef die doos niet hoor. Nee, ja, nee. Nou, als je me niet denkt dat je hem krijgt. Nee, is goed. Ja. Ja. Wat zit erin dan? Waarin? Nou, in die doos. Oh, in de doos. Ja, in de doos zitten alle briefjes die de kinderen in hun schoen hebben gedaan. Waar ze hun favoriete serie op mochten schrijven, zodat die misschien getrokken wordt en uitgezonden wordt. Oké, leuk. Ja. Nou, succes. Ja, en ik heb ook al bedacht hoe ik het ga aankondigen. Oh, dan ga ik zo tegen de kinderen thuis praten van... Hallo, ik ben heel... Ik word geroepen en ben zo terug. Feest mee om 4 uur. Je kijkt naar de Sinterklaasflits. Ja, we zijn nog steeds backstage bij het feest van Sinterklaas. En deze doos heb ik net van hulp gekregen. Het zit vol met stemmen van... Leon, ik heb een vraagje aan jou, hè. Ja. Weet je wat Tess is? Test. Ik ben Tess kwijt. Nee, ik niet. Test! Test! Tadaa, test, Thomas. Test. Gevonden, lekker snel. Ik bedoel Tess. Tess. Ja. Test. Maar eigenlijk, ik ben wel fan van Test. Ik heb een postvaart over mijn bed hangen, maar dat zou ik aan je over. Mag ik je handtekenen? Ja. Alsjeblieft. Van mij? Ja, tuurlijk. Mag ik dan ook jouw handtekening? Natuurlijk. Ja, onze gek. Twee vliegen in één klap. Te gek. Oké. Top. Met een hartje. Oh, wat lief van jou. Dat is voor jou en nou ik... Oké. Mag ik die stift even lenen dan? Ja, ja, ja. Oké, dankjewel. Zal ik er dan maar 3 kusjes bij zetten? Ja. Vind je dat goed? Kijk eens. Voor jou. Alsjeblieft. Dag. En ik ga Tess bezoeken. Ja. Dankjewel. Dag. Doei. Zo, dat ziet er mooi uit. Ah, je herkent het werk van een echt artiest. Ja, goed hoor. Zeg, zou je dat zo even vast kunnen? Ja, maar dit... Prachtig! Nee, hou even zo vast. Och, kijk nou, dat de symmetrie. Het lijnenspel, de ketting. Hou vast. Ah, ja, zet misschien even neer. Zet even neer. Ja, maar hulp. Zet even neer. Is het zover? Het feest van Sinterklaas. Je kijkt naar de Sinterklaasflits. Dat was Jetix Studio, Nicolette en Joey, dankjewel. En ik ben nog steeds backstage bij het feest van Sinterklaas. En het lijkt er allemaal op dat het allemaal goed... Roddelt met Dolt. Hoi, dag Leon. Hoe is het met jou? Ja, goed. Okay. Ik ben op zoek naar Coole Piet. Coole Piet? Ja, Coole Piet. Moet ik je nou mijn naam zeggen? Daar is hij. Daar ben je. Hey, ik heb jou toch in de meren gezien? Bij de school. Jou heet hij ook alweer? De Krullenvaart. Krullenvaart? De Krullenvaart, dat was het. Daar hebben we de grote tekening gemaakt voor Sinterklaas, de kleurplaat. Is dat deze? De grootste van heel Utrecht. Hij was toen nog niet klaar. Hij is nu af. Zullen we kijken? Ja, laten we zien. Ja, zo goed.
Wow. Hij is mooi, hè? Jeetje. Goed, Piet. Gaaf. Wil jij hem aan Sinterklaas geven? Ik zeg oprollen en dan breng ik hem. Heel goed. Lekker ook dat je helpt. Ja. Hey, Hoogspokers. Heb je een beetje zin in het feest? Ja, ik ga zo meteen mijn allergrootste truc doen. Heel spannend. Oké, ja, leuk. Wat heb jij daar? Oh, dat is een doosjes van Hulp, Piet. Er zitten allemaal stembriefjes in van kinderen voor de tekenfilms. Dus ik kan hem niet vinden. Van Hulp, Piet? Ja. Oh, die heb ik net gezien. Zal ik hem even geven? Oh. Ja, is goed. Wie is hier de baas? Feest mee om 4 uur. Nou, ik denk dat ik het maar zelf ga doen. Ja. Sleutel. Zo. Nou, daar komt hoor, de eerste. De eerste is van Benny Mus uit Bunnik met Totally Spice. Dit is leuk. Volgende. Simsalabim, Sinterklaas en Zwarte Piet. Welk filmpje is favoriet? Hé, ik word steeds beter. Dan moet je opletten, hè. Deze is van Leonie van Dam uit Naarden. En ze wil zien Lilo en Stitch. Ja, het is weer tijd voor een nieuwe favoriet. Oh, simsalabim. Scheer, kwast en fluit. Ik haal er weer een nieuw briefje uit. Ja. Zo, dat is lang. Pepernoten. Kerstpakket. Poeppapier. Oh. De volgende is van Han Timmerman. Uit Groene Kan en hij wil zien Tarzan. Simsalabim, klim niet in de gordijn, want er gaat hier een enorme vlam verschijnen. Ta! Jammer. Nou ja. Petra Paschier dus, uit Monnikendam, en die wil Kim Possible zien. Zo opgeoefend. Waar is die toverstaf nou? Waar stond die? Sorry, die toverstaf ben je toch nergens? Even kijken hoor. Waar is het nou? Auw! Oh! Zomaar. Simsalabim in een stink en vlucht. Er komen briefjes uit de lucht. En de volgende is van Rinus Baks uit Schinder op Gul. En die wil graag zien Tarzan. Je kijkt naar de Sinterklaasflits. We zijn nog steeds backstage bij het feest van Sinterklaas. Heel spannend allemaal. En je ziet, die Pieten zijn hier aan het oefenen. Ze doen werkelijk van alles. Hey, hooghoogte. Hey. Goed, hè? Echt goed wat ze doen. Ik bedoel, de techniek, dat doet niet iedere Piet volgens mij, hoor. Ja, nee, dit is, het kan wel wat hoger, volgens mij. Hè? Hoger? Ja. Oh ja. Piet. Juist. Nou. Hey, muziek. Wat ben je allemaal aan het doen? Lichte lunch. Ah, oké. Okay. Hey, wie is nou eigenlijk jouw favoriete artiest hier op het feest? Ikzelf. Ja, maar nou, oké, maar daarna. De Thomas Berger, Gebroeders Co, Americo. En wat ga jij allemaal doen? Lunchen. Ja, maar op Facebook. Lunchen. Op het podium. Bijkomen van de lunch en zingen. Oh, zingen toch ook wel. Oh, oké, okay, ja, dat is wel. Kijk. Eerste rest van je vertelling. Dankjewel. Eet smakelijk. Dankjewel. Lichte lunch. Lichte lunch, het voorafje.
Eet ze. Sommige mensen snappen gewoon niet dat je voor een artistieke uitdaging als zingen energie nodig hebt. Hey, kom maar! Hey, wat leuk dat je er bent. Ja, gaaf, hey, ik ben op zoek naar Test. Heb je Test gezien? Tess! Tess! Oh. Huh? Tess, alsjeblieft. Hé, ik ga door. Ik zie jou straks. Nee, maar ik bedoel... Succes! Ik bedoel... Hey, hi. Hi. Coole. Hi, Tess. Hey, zullen we dan het duet maar doen? Ja, is goed. 1, 2, 3. Oh, wij zijn Pieter. Om 4 uur is het zover. Het feest van Sinterklaas. Simsalabim. Zon, zee en strand. Oeh. Hé, hey, ik heb een briefje in mijn hand. Van Esra Yilmaz uit Delfzijl. Met Totally Spuits. Wie is hier de baas? Je kijkt naar de Sinterklaasflits. Je kijkt nog steeds naar de backstage flitsen van het feest van Sinterklaas. En nou, volgens mij zijn ze er hier helemaal klaar voor. Podium, licht, geluid, decor. Alles is helemaal... Sorry. Test, hallo. Hallo. Wat ben jij aan het doen? Ik ben natuurlijk eventjes het karretje aan het testen. Ja. Kijk, hij zit heel lekker. Het stuur doet het goed. En als ik dit doe, gaat hij rijden. Als ik zo doe, dan remt hij. Het leuke is ook nog, heb ik net even getest. Moet je opletten. Hé, hey. Koekoek. Oh, stop. Ja. En... Ja. Oké. Okay. De banden zijn gevuld. Ik ga weer. Oké. Dag, Test. Dag. Ik wou net zeggen, die karretjes waren al getest volgens mij, maar... Prof Piet! Ik sliep niet. Nee, oké, okay, dat is goed. Een mooie boot. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh, is zo lekker goed. Hij loopt je varen over de zee. En heeft alle kinderen cadeautjes mee. En hij heeft hele mooie Pieter op zijn boot. Een stukje 100 jaar zijn boot. Jongelui, kan het je... wat zachter, ja. Nee, we zijn bezig om te oefenen voor de show. Ja, onze stemmen moeten een beetje... Ik moet me concentreren. Ja, ik heb een belangrijke taak. Wij ook. Kan het dan niet misschien een slaapliedje zijn? Zo'n Sinterklaas niet of zo? Toch ja, het slaap Sinterklaas. Ja, Zachtjes gaan de paardenvoetjes, trippel, trappel, trippel, trap. Is het paard van Sinterklaasje, trippel, trappel, trippel, trap. Paardje is nog lang niet moe, maar hij moet naar bedje toe. Om 4 uur is het zover, het feest van Sinterklaas. Simsalabim, verwonder en zie. Het briefje ligt onder bekertje 3. En waar gaan we naar kijken? En deze is van Harry Bemmelman uit Hellevoetsluis. En die wil een muziekspecial van de Club van Sinterklaas. Nou, daar komt hij dan, hè. Simsalabim, de muziekspecial van Sinterklaas. Je kijkt naar de Sinterklaasflits. Ja, oké. Alle Pieter jumpen. Gaat dat lukken? Ja, zeker. Pim, wat zijn jullie aan het doen? Nou, wij gaan muziek Pieter plezier doen. Echt waar? Ja. Oh. Oké. 1, 2, 3, 4. Alle Pieter jumpen op en neer. Alle Pieter jumpen, laten we nog een keer. Ja! Mee om 4 uur. Ja, daar ben ik weer. Ja. En let goed op hoe Hocus Pocus het doet. Want het briefje zit in de hoge hoed. Ja, simsalabim, het zit erin. Ah. En de volgende is van Henry Hoekstra uit Assen. Met Lilo en Stitch. Oeh. Wie is hier de baas? Je kijkt naar de Sinterklaasflits.
zijn aan het zoeken naar die speelgoeddief. Want hij steelt dat speelgoed. Hey, hij gaat lekker. Leon, ja? Ben je weer? Hard aan het oefenen? Ja, beetje zenuwachtig. Ja, nou een beetje wel, maar ik vind het wel lekker. Ik wil wel, ik wil wel. Hè? Hey. Jij moet ook. Moest jij mij niet iets vragen? Moest ik jou wat vragen? Jij moet mij iets ik vragen. Ik moest jou wat vragen. Jij moet ja, mij iets vragen. Ik moest jou, ja. Wat was het nou? Ja. Oh ja, vakantiefoto's. Ja, gelukt. Allemaal gelukt. Allemaal beetje donker geworden, okay. Maar wel gelukt. Nou, nee, mooi. Iets anders moest je mij vragen. Hoe gaat het met... Ja, ja, ja. Nee, hoe is het met... hoe heet die? De De Koele Piet. Koele Piet Tour. Tuurlijk, Koele Piet. Dat is heel geweldig. Ik ben door heel Nederland geweest, allemaal basisscholen bezocht. En jullie weten het, hè? De kinderen waar ik ben geweest, heb ik een geluidsopname van gemaakt. En zo, als ik beloofd had, heb ik Jan Sinterklaas laten horen. En die vond het geweldig. Die vindt jullie helemaal geweldig. Dus jullie mogen allemaal schoenen zetten en lekker mee zingen. Allemaal gewoon lekker zingen. Dat wou ik willen zeggen. Nou, leuk. Ja. Ga weer weg. Dan ga ik weer zingen. We zijn aan het zoeken naar die speelgoeddief. Leon, heb jij die doos nog van mij? Ik heb die doos nu nodig. Nee, die heb ik aan Hocus Pocus gegeven. Die zal ik jou geven. Aan Hocus Pocus? Nee. Is er iets? Ja, die doos die ik van hulp had, die ik aan jou heb gegeven, die jij weer aan hulp zou geven. Ja? Die heeft hij nog niet? Oh! Ja, maar dat hoeft niet meer. Oh. Want ik heb het al voor je gedaan. Ja, leuk, hè? Ah, opgelost. Leon! Om 4 uur is het zover. Het feest van Sinterklaas. Kijk naar het magische doek. Simsalabim. Oeh, het doek gaat omhoog. En wat ziet mijn oog? Fenna Zwartjes uit Hoofddorp met de Club van Sinterklaas. Met alle afleveringen van de afgelopen week. Oeh. Was ik op tijd weg? Je kijkt naar de Sinterklaasflits. Oké, Pieter, gaan wij dan beginnen? Ja! Zijn jullie er klaar voor? Ja! Yeah. Hebben jullie pepernoten? Yeah. Ja! Zijn jullie naar de wc geweest? Ja, toch? Ik ben zo terug. Ik hoop dat dit goed gaat komen, want we gaan beginnen. Het feest van Sinterklaas gaat beginnen. Rustig. Ja, rustig. 3, 2, 1. Eerst nadenken, dan praten. Wie is hier de baas? Veel plezier met het feest van Sinterklaas. Jongen, wat een feest. Ik vond echt alles leuk. Maar misschien weet jij wel wat jij het allerleukste vond. Nou ja, ik ben natuurlijk niet voor niks de testpiet en dat wil ik eigenlijk wel even bij jullie testen. Dus als je me wil helpen, heel graag. Ga naar www.jetix.nl/onderzoek en daar vind je een vragenlijst. En als je die voor me invult, help je me echt heel erg. En als je dat nou doet, maak je ook nog eens kans op een heel mooi Jetix-pakket. Dus vul de vragenlijst in. Dankjewel. Dag.